Daardoor kan bewijs dat toen werd gevonden niet worden gebruikt in het onderzoek. Verwacht wordt dat justitie vandaag nog bij twee andere bisdommen invallen doet. Nederland krijgt een eigen onderzoekslaboratorium op de Zuidpool. Al jaren doen Nederlanders daar onderzoek, maar het is voor het eerst dat er een eigen plek komt. Hier moeten ze komen, de vier mobiele laboratoria. Op het terrein van Britse onderzoekers die al een tijdje actief zijn op de Zuidpool. De laboratoria zijn speciaal gebouwde containers en ze moeten straks bestand zijn tegen een temperatuur van min 30. De wetenschappers doen op de Zuidpool onderzoek naar het smelten van de ijskap. Dit is het snelst opwarmende gebied van het zuidelijk halfrond. Nou, als je in Nederland zegt het wordt hier 2 graden warmer, oké, geen 11 steden toch meer, maar verder zal het niet zoveel uitmaken. Maar daar, 2 graden warm, is het verschil tussen -1 en +1. Het verschil tussen wel ijs of geen ijs. Dus daar zijn enorme veranderingen nu aan de gang. De laboratoria worden nu verscheept omdat het op Antarctica nu nog zomer is. Daarna is het gebied veel moeilijker bereikbaar. Over een jaar wordt het Nederlandse laboratorium op de Zuidpool geopend. Het weer dan. Vanavond is het helder en daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. Morgen veel zon, weinig wind. Het wordt dan tussen 2 en 5 graden. En dat was het. Het volgende uitgebreide NOS-journaal is om 6 uur. Fijne avond. Is de kerk een goed doel? Voor de belasting is ze dat. Wie geeft aan de kerk kan geld terugkrijgen via de belasting. Maar is de samenleving het daar eigenlijk nog mee eens? We deden er onderzoek naar en de resultaten zijn opmerkelijk. Kijkt u naar Schepper & Co. aan tafel. In Tijd voor Max is Debbie Petter onze gast. En zij staat momenteel op de planken met een solovoorstelling over je moeder. Want je bent hier niet alleen, want je moeder komt ook, hè? Ja, die komt ook, ja. Ben je daar nerveuzer voor dan voor ons, of wat? Nee, wat dacht je? Nee. Ja, die moeder heet Helene Egger. En zij komt zo bij ons aan tafel. En wij zijn zo benieuwd hoe het nu toch met Maggie McNeil is. Want zo zag ze er vroeger uit. Maar wat doet ze nu toch allemaal? Dat is dus allemaal vanmiddag rond 5:30 op Nederland 2. Dan is het Tijd voor Max. Tot zo. Tot zo. Ik maakte de klik om gewicht te verliezen zodra ik zelf de juiste tools in handen kreeg. Samen met mijn vriendinnen ga ik vaak gezellig uit eten. Met de food tracker op mijn smartphone kan ik makkelijk beslissen wat ik bestel. Ik ben al 15 kilo kwijt met Weight Watchers Online. Lekker kontje, toch? Weight Watchers Online, nieuw ProPoints 2.0. Probeer het nu zelf 1 week gratis via Weight Watchers Online. Genieten van de indrukwekkende fjorden in Noorwegen? De Spaanse cultuur ontdekken in Andalusië? Zoekt u de rust in de uitgestrekte en prachtige landschappen van Ierland? Een onvergetelijke busvakantie? Die boekt u natuurlijk bij effenweg.nl. Ontdek de financiële voordelen van kinderopvang volgens Via Villa. Kinderopvang, goed geregeld. Kijk naar viavilla.nl. Super voordelige busvakanties vanaf 79. Merkbaar te verstevigen en effectief pigmentvlekjes